Ik wil jullie in dit filmpje meenemen in het model van Luria. Alexander Luria was een van de grote neuropsychologen van de 20e eeuw en hij heeft een model ontwikkeld waarin we aan kunnen tonen dat alertheid en waarneming met elkaar samenhangt vanuit de unit van actie. Heb je in het onderwijs het idee dat je studenten moeite hebben om de aandacht bij jouw les te houden? Merk je halverwege de les dat de onrust toeneemt in de groep? Of heb je het idee dat wat je ze ook vertelt, dat het niet wordt opgepikt? Dan is dit model van Alexander Luria wellicht voor jou behulpzaam bij het inrichten van je lessen. Het model van Luria is eigenlijk door zijn eenvoud zo krachtig. Het geeft aan dat er een unit is van activatie. Die unit van activatie zit in de omgeving van de hersenstam, bazaal in de hersenen. Je hebt de unit van actie, het voorste deel van je hersenen, wat gaat om bewegen. En je hebt de unit van waarneming, het achterste gedeelte van je hersenen. Het hele simpele idee wat Luria beschreven heeft, is dat je door middel van actie je hersenstam kunt prikkelen, de unit van activatie kunt prikkelen, en daarmee neemt de alertheid toe. En als de alertheid toeneemt, ben je beter in staat om te gaan waarnemen. Dus vanuit actie naar activatie, meer alertheid, beter waarnemen. Dus op het moment dat je merkt dat die onrust in die groep gaat toenemen, dat de studenten de aandacht verliezen van de informatie die jij ze geeft, zorg dat je een time-out inbouwt en zet ze aan het bewegen. Laat ze even opstaan, doe een energizer met elkaar, laat ze een glas water halen, zorg dat ze een kauwgom gaan kauwen, laat ze 10 kniebuigingen doen. Allemaal hele concrete voorbeelden om vanuit actie de alertheid weer te laten toenemen en vanuit de alertheid wordt de waarneming weer beter en zul je merken dat ze weer meer aandacht hebben voor jouw les, voor jouw informatie die jij ze wil vertellen, die jij ze wil uitleggen. Dus studenten ook altijd laten wisselen tussen verschillende lessen. Het model dat studenten in de klas blijven zitten en dat de docenten rouleren over de klassen is vanuit dit idee van Luria een heel slecht idee. Ik zou er vooral voor pleiten om studenten tussen lesuren door te laten bewegen. Zorg dat ze vanuit die actie naar activatie komen, dat ze alert zijn en dat ze daarmee kunnen waarnemen. Ook voor mbo-leerlingen op niveau 1 of niveau 2, zorg vooral voor voldoende beweging en afwisseling, zodat die alertheid hoog blijft. Als de concentratiedrempel of de concentratieboog van studenten kort is, wordt het alleen maar belangrijker om voldoende beweging in te bouwen. En dit is het geheim van veel docenten lichamelijke oefening of van gymdocenten. Die zeggen van wij hebben niet zoveel gedragsproblemen met die leerlingen of bij ons letten ze altijd wel goed op. Dat komt omdat ze vanuit die actie alert zijn en de ruimte hebben om te bewegen, waardoor dat waarnemen altijd op een hoger niveau is dan in een slecht geventileerd lokaal met weinig prikkels, met weinig beweging. Dan hebben we eigenlijk alles georganiseerd om het voor de student zo moeilijk mogelijk te maken om die les die zo belangrijk is voor ze, om die goed op te nemen.